Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo doet naar aanleiding van de stijging van het aantal positieve COVID-19 gevallen een beroep op de gemeenschap zich te houden aan de getroffen maatregelen. In een persbericht doet het ziekenhuis dan ook wederom een dringend beroep op de gemeenschap de spoedeisende hulp niet zonder een grondige reden te bezoeken. Daarnaast moeten bezoekers ook een mond- en neuskap dragen. Wie zich niet houdt aan de regels wordt niet toegelaten. Mensen met griepverschijnselen moeten in contact treden met hun huisarts of bellen op het nummer 178 voor verdere adviezen. Ook meldt het ziekenhuis dat de ambulancedienst alleen rijdt voor slachtoffers van trauma-ongelukken en voor spoedgevallen. Ook meldt het AZP dat elke patiënt die wordt opgehaald zijn of haar eigen mond- en neusbedekking dient op te hebben, tenzij het een slachtoffer van een ongeval betreft of iemand die zodanig kortademig is dat die geen mond- en neusbedekking verdraagt.